ophef over stuntshows met monstertrucks. Eindhoven wil een intercity-verbinding met Brussel. En strijd tegen kanker met de start van Alpe d'Huez. Het ministerie van Economische Zaken grijpt mogelijk in om stuntshows met monstertrucks in de Genneperparken dit weekend te verbieden. De gemeente heeft een vergunning afgegeven voor de show, maar dat besluit wordt nu mogelijk overroeld. Want het besluit zou in strijd zijn met de Flora- en Faunawet. Nou, het grootste probleem is, we zitten nu midden in het broedseizoen. En wij zijn heel bang dat het evenement tot verstoring leidt van het broeden zelf. Dat de ouders de vogels het nest verlaten en de jonkies achterblijven en dat ze niet meer terugkomen. Er zitten enkele honderden nesten in dit kleine gebiedje. Als je hier naar achter kijkt, dan zie je ook een hele dichte bossage. Eigenlijk een ideaal gebied voor vogels om hun nest daar neer te zetten en te gaan broeden. De kwestie zorgde gisteravond al voor veel ophef in de gemeenteraad. Want een evenement met luidruchtige trucks midden in de natuur, dat past volgens veel partijen niet. We citeren uit de aankondiging. Aan het einde van de show komen de monstertrucks met hun gigantische grote banden en verpletteren met hun 1200 pk de sloopauto's alsof het speelgoedauto's zijn. En dat in Genneperparken in het broeiseizoen, heb ik me vanmiddag laten vertellen, waar 400 vogels broeien in die hoek. Maar dit kun je wel met je stadsklompen aanvoelen, dat dit een domme actie is. Nou ja, zo'n evenement hoort gewoon niet thuis in het Genneperpark. Het Genneperpark is een ecologische verbindingszone. Er zitten ontzettend veel broedende vogels in het broedseizoen en die moeten we gewoon niet verstoren. Dus zo'n evenement hoort niet thuis in Genneperpark. De gemeenteraad is verdeeld of het evenement dit weekend wel door moet gaan. De ene helft wil dat de stuntshows worden verplaatst of afgeblazen. De andere helft is daartegen. Je kan niet 5 voor 12 een evenement afblazen. Het gaat niet alleen om het afblazen van een evenement. Het gaat ook om mensen die met de kinderen komen kijken. Het gaat ook om de tijd van de organisatie die ze erin hebben gestoken. Het gaat ook om degene die zijn terrein daarvoor beschikbaar stelt. Het gaat ook om de horeca. Nee, dat kun je niet 5 voor 12 doen. Volgens wethouder Helms is de vergunning voor het evenement volgens de regels aangevraagd. En daarom kan hij de monstertrucks moeilijk verbieden. Dit is wellicht niet de meest logische of voor de hand liggende plaats. Maar we zitten hier wel gewoon, hebben hier te maken met vigerende wetgeving. Dat betekent dat volgens die wetgeving, waar de pachtovereenkomst ook aan refereert, mag er op deze locatie 2 keer per jaar een ontheffing van geluidsnormen worden aangevraagd. En dit jaar is dat dus gedaan met deze aanvraag. De wethouder sluit niet uit dat als het evenement wordt afgeblazen, dat de gemeente schadeclaims aan de broek krijgt. Onder meer D66, VVD en de LPF vinden daarom dat de stuntshows door moeten gaan. Wij vinden ook dat je op dit moment 5 voor 12 niet kunt maken om zijn onderneming daar de nek om te draaien. En vergeet niet, het kan vele duizenden euro's gaan kosten aan schadevergoeding. En het geld kunnen we op dit moment in Eindhoven veel beter gebruiken. Het is nog niet te zeggen of de stuntshows nu ook doorgaan. Het ministerie is hierover in gesprek met de gemeente en de organisator. Als dat op niets uitdraait, stappen natuurorganisaties nog voor zaterdag naar de rechter.